Met mijn rug tegen de muur gedrukt staan zijn de momenten in mijn leven wanneer verandering snel ging. Heel snel. En comfort zijn de momenten wanneer groei, stalde en zelfsabotage intreedt. Comfort is dus de laatste plek waar ik me wil bevinden. Te lang daar zitten is een recept voor zelfsabotage. En ook al deel ik graag met anderen die zich zo voelen, het is om een reden. Het komt goed. Vertrouw en noem ze maar op. De motivatietalks. Mijn vrouw is bij me weg. Komt goed, kerel. Hou vol. Mijn hond is dood. Komt goed, kerel. Die is naar de hondenhemel. En de belastingdienst legt beslag op mijn hele inboedel. Je gaat het redden, kerel. Tjaka. Hey, ik weet niet of dit moet motiveren, maar het is gewoon zwaar irritant, oké? Okay? Het is gewoon zwaar. En dat moet ook. Want die zware momenten zijn de uitdaging en katalysator voor je groei. In deze video meer over de mindset die je zou moeten aannemen wanneer het universum je met je rug tegen de muur aandrukt. Als jij er aan de andere kant uit wilt komen als een winnaar. Meneer... Janus Broekmeulen is de naam! Oh ja, meneer Broekmeulen. Maar de reden dat ik u heb ingehuurd is omdat... Je fucking baas wilt zijn! Tjaka! Ja. Ik denk het. Maar ook vooral omdat ik me echt met mijn rug tegen de muur gedrukt voel staan. Ah, heerlijk! Ik heb zoveel therapie en verschillende coaches geprobeerd, maar het werkt allemaal niet. Klopt! Je hebt het beest in jezelf nog niet losgemaakt! Maar dus ik zit er echt doorheen en ik ben bereid om alles uit te proberen. Zelfs dit. Ik heb gewoon dat laatste zetje nodig, denk ik. Ja, hoe zeg ik dat? Tjaka! Ja, zoiets. Mooi, daar gaan we voor. Beest, tijger! Maar eerst nemen we nog even een nokkie van dit om ons volledig op te laden. Een nokkie van wat? Sos! Van wat? Sosa, sneeuw, wet. Ik snap het niet. Cocaïne, alcohol. Wow, nee, echt niet. Ik dacht dat je een of andere NLP-methode of techniek zou toepassen voor meer assertiviteit ofzo. NLP? Wat ben je voor misje? Je wilt toch knallen? Wat wil je dan? Die medicijnen van je zielenknijpen breng je ook niet echt ver. Ja, daar zit ook een waarheid in. Ja, veel opties heb ik niet meer. Ik sta toch met mijn rug tegen de muur. Geef maar dan. Zo ken ik je weer! Tijger! Tjaka! Hey mensen, mijn naam is Mike Ranji en welkom op dit kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Ik post hier dagelijks content over down-to-earth spiritualiteit en als je me hierin zou willen supporten, zou het me enorm helpen als je even op de like knop klikt hier onder de video, door hem te delen met anderen en als je geen van mijn nieuwe video's wilt missen, klik dan op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. De laatste tijd spreek ik veel mensen die leiden. Ja Mike, dan had je video's moeten maken over boxershorts en sokken uittesten. Meer dan normaal. En niet zomaar lijden. Veel mensen die me noemen dat ze lijden voelen wat niet van hun is. Of in ieder geval niet alleen van hun. En ik reageer dan meestal, ik ook. Beste ziel, ik ook. Ik ook voel me soms als een afvoerputje van het universum gebruikt worden. En die term gebruik ik met alle respect. Het is een eer om het afvoerputje van het universum te wezen. Dat betekent dat je het aan kunt, want het is nodig. De rotzooi opruimen van de planeet is nodig en we doen het allemaal samen. Maar goed, wat ik zie en voel is een heleboel wat los begint te komen in het collectief. Wat uiteindelijk voor iets heel moois is, maar mogelijk de komende tijd alleen maar zal intensificeren. En veel mensen die zich ook met hun rug tegen de muur gedrukt voelen.
mensen die het gevoel hebben van wanhoop, verlies, angsten of net als mij veel dankbaarheid en positieve emoties, maar een soort ondertoon van lijden wat tijd tot tijd varieert in intensiteit. Voelt een beetje alsof je voor de eerste keer een plek scheert die je heel lang niet geschoren hebt. Doet geen pijn of zo, maar het jeukt als de pest. Wanneer je met je rug tegen de muur staat, omdat je in een situatie zit waar er druk op je wordt uitgeoefend. Misschien ben je je baan kwijt, je hebt geldzorgen, je hebt toxische mensen om je heen. Je hebt een diepe dark night of the soul en er staan elke nacht demonen om je bed heen. Waarom sta je langs mijn bed? Waarom niet? Omdat het me bang maakt. Mooi! Daar kan ik niet genoeg van krijgen. Angst. Of alles is oké in je leven. Maar je voelt de collectieve energieën van deze planeet door je heen bewegen. Het is prachtig. Het is werkelijk waar prachtig. In tijden waar het leven niet leuk is, om wat voor reden dan ook, en jij deze zware emoties ervaart, kun je twee dingen doen. De eerste optie is waar 99,9% van de mensheid voor kiest. Grotendeels onbewust, maar zelfs de spirituele strijders die nog niet genoeg hebben geleden, vinden ze. Het is ook zo raar als je zelf lichter wordt. Om mensen te zien lijden om een zelfgemaakte verhaaltje. Het is gewoon zo raar. Alsof je een hele slechte tekenfilm zit te kijken. Vasthouden. Met alle kracht die je beperkende mentale constructie van het ego heeft. Vasthouden. Lekker nadenken, piekeren, proberen dingen op te lossen met die rekenmachine daarboven. Doemdenken, fantaseren over die goede oude tijd toen alles beter was. En daarmee een depressie bestellen, leven vanuit je hoofd, die zo goed als geen zelfvertrouwen heeft. Niet in jou, maar ook niet in je hogere zelf. Zelfs een ego met zelfvertrouwen kan niet tippen aan het vertrouwen wat je ware zelf heeft. Leven vanuit het ego is gewoon zwaar achterhaald. Of je doet wat 0,01% van de mensen doet, waarvan enkele verlichte boeddha's die hard lachen om hoe gek we doen en overal licht zien en nergens een probleem, maar ook veel gewone mensen. Spirituele strijders die eindelijk zover zijn dat ze kunnen zeggen, oké, God, of universum, als je het woord God jakkie vindt. Ik geef mezelf over. Ik geef de controle over. Het boeit me allemaal niet meer. Wat er ook gebeurt, het kan me niets schelen. In vertrouwen. Vanuit liefde. En dat is nogal lastig als je niet weet hoe liefde voelt. Overgave aan het onbekende. Maar ja, daar moet je de mooie spirituele teksten maar op vertrouwen. Het is echt prachtig. De mindset van iemand die volledig heeft overgegeven aan het leven is heel bijzonder. Ik sprak laatst iemand die het woord gebruikte, untriggerable, niet te triggeren. Dat zou een coole spirituele superheld zijn. Untriggerable man, vet cool. En iets in me vuurde af van, ja, dat is wie ik ga zijn. Niet te triggeren. Een niet te triggeren persoon. En gewoon iemand die zover verlicht is dat weinig tot niets hem of haar triggert. Wat een prachtige plek is dat om te zijn. Maar het kost een enorm zuivere lichaam en mind. Ik herinner me een verhaal van een yogi die zat met zijn student. En zijn student keek naar de straten van India, waar armoede was, ziekte, criminaliteit, misbruik en nog meer hele nare dingen. Dus de student zei, is het niet vreselijk, meester, al dat lijden? En de yogi keek naar de straten en zei, het is prachtig. Het is werkelijk prachtig. God is prachtig. Maar God kan ook je familie uitroeien met een tsunami. Dezelfde God, maar net in iets andere smaak. En ik vond dit verhaal zo mooi, omdat ik de boodschap begreep. En ook al kan ik niet altijd naar de wereld kijken vanuit de verlichte bril, maar ik begreep dat hoe meer ik mezelf losmaak van de wereld, van overtuigingen, hoe meer ik mezelf losmaak van het verhaal van wie ik ben, hoe meer ik een niemand word. Stop met de rol van Mike zo serieus nemen. Hoe meer ik in de dimensie van het bewustzijn kom, wat de bron is van al het leven. En in die momenten kun je kijken naar de wereld en God zien in alles. Je kunt niet absolute vrijheid ervaren als je nog gelooft in dat God alles goed doet en de duivel alles slechts doet. God is de duivel in essentie. Oh jee, die uitspraak zal veel gelovigen heel duivels maken. En als je werkelijk God of liefde, het universum, de schepper, de Tao,
Shakti, geef de beestjes naam. Maar als je die intelligentie begint te zien in alles, dan kun je niet getriggerd worden. En tegen de muur gedrukt worden voelt dan niet meer als tegen de muur gedrukt worden. En waarschijnlijk als je jezelf gaat losmaken van het ego, waar je een levenslang in hebt geloofd het te zijn, zul je niet meer de type tegenslagen ervaren die je nodig hebt als een wake-up call. En de tegenslagen worden alleen maar erger wanneer je niet luistert. Dus neem dit niet licht. Maak jezelf los van die controle. Want ik geloof dat tegenslagen er alleen zijn om je te brengen naar een plek waar je moet zijn. Spiritueel ontwaken. En uiteindelijk naar absolute zelfrealisatie. Hey, elke dinsdagavond om 8:30 in de avond ben ik samen met like-minded te vinden op de Soul Tribe Calls. Het online spirituele buurthuis waar we inspiratie, inzichten en wijsheid delen. Dus vind je onderwerpen als deze interessant? Resoneert het met je eigen proces en wil je hierover sparren in een groep gelijkgestemden? Check dan de link die je nu aan het scherm ziet of in de beschrijving onder deze video. En zelfs na die zelfrealisatie zullen er nog steeds zware emoties door je heen gaan. Er zullen nog steeds prettige emoties door je heen gaan. Alles blijft hetzelfde, maar tegelijkertijd verandert alles. Ik ben vooral benieuwd hoe een boterham met pindakaas smaakt als je verlicht bent. Wauw, dat moet ongelooflijk zijn. Want ik hoef je denk ik niet te vertellen hoe zwaar de mind een situatie kan opblazen met al zijn angstgedachten en andere drama. Ik heb enkele ervaringen gehad de laatste maanden waar ik een diepe overgave voelde. Steeds een laagje dieper het afsterven van mijn ego. Meestal gevolgd door een ego backlash waar mijn ego probeert terug te vechten door oude patronen te activeren omdat het niet wil sterven. En dat lijkt vermoeiend, maar dat is alleen vermoeiend wanneer je gaat vechten met het ego. Wanneer je het gewoon loslaat en in zijn eentje verder laat sparren, zo opluchtend. Beetje alsof je een duizendklapper gewoon laat duizendklappen. Maakt een hoop herrie, maar kost niet echt moeite ofzo. Maar elke keer weer kwam ik in een mindere situatie terecht. Niet vreselijk hard met mijn rug tegen de muur gedrukt worden. Een beetje een softe por tegen de muur. Maar goed, toch, het universum boodschapte me van: hey Mike, je was toch zo goed bezig met overgave. Je vertrouwde me. Je hield je niet zo vast aan hoe dingen moesten gaan. Je was niet zo bang, onzeker. Steeds van: gaat dit me wel lukken en zo. Maar nu begin je weer. Begin je weer te twijfelen. Begin je weer te piekeren. Begin je weer terug te gaan in het geloven in je verhaal van Mike. En Mike is op zich een aardige kerel. Neemt alles met een korreltje zout. Maar toch, die laatste beetje zorgen maken. Piekeren. Daar ben ik gewoon klaar mee. En dan is het leven ineens niet meer zo prachtig. Tenminste, de prachtige dingen zijn prachtig. Maar de lelijke dingen zijn weer lelijk. En dan herken ik, shit, ik zit weer in de wereld van labels, overtuigingen, gedachten, woorden. Te veel van de tijd. En de enige manier om daar weer uit te komen is een absolute overgave aan God. Zoiets. Zo zag dat er ongeveer uit. Het is alles compleet loslaten. Een absoluut loslaten. En van moment tot moment basis de wereld weer gaan zien hoe deze echt is. Labelloos. Oordeelloos. En dat is niet makkelijk, want het ego probeert je altijd te lokken, omdat het niet wilt afsterven. Het vertelt je hoe oneerlijk het was, hoe je laatst behandeld bent. Het vertelt je dat je voorzichtig moet zijn, want de wereld is vol gevaren die pijn kunnen doen. Oh nee, niet linksaf gaan! Wow, hoezo niet? Dadelijk breekt je wiel af en rij je de afgrond in. Maar welke afgrond? Er is geen afgrond. Maar die had er wel kunnen zijn. Huh? Maar we zitten in Utrecht. Ja, in een parkeergarage of zo. Het vertelt je heel veel onzinverhalen om angst in je te creëren. Zodat je, ja, een angsthaas wordt. En de reden waarom, dat is voor deze video even niet belangrijk. Wat belangrijk is, dat je er niet mee hoeft te dealen. Net zoals je ook niet hoeft te dealen met negatieve mensen. Je kan het gewoon opgeven. Het vechten. Het strijden ermee. Het onderhandelen. Het analyseren. Je hoeft niet te denken van: oh, waarom voel ik me zo erg? Ik moet dit loslaten. Je kunt het gewoon doen.
Door te stoppen met alles proberen op te lossen met het systeem wat de problemen in de eerste plek veroorzaakt heeft. Je gaat toch ook geen spijker in de muur proberen te slaan met een zak aardappelen? Spijker, zak aardappelen. Het is toch een simpel metafoor? Spijker, zak aardappelen. Nee, ik snap hem niet. Ik snap hem ook niet echt. Soms leuk gewoon maar wat. Klinkt wel interessant. En dan kun je gewoon leven. Echt leven. Weet je, ik gebruik graag woorden in deze video's, omdat hier een energie achter zit die ik met de woorden kan vertalen. Maar in mijn dagelijkse leven heb ik niet eens meer zin om te praten meestal. Tenzij er een bepaalde energie achter zit. Ik was al een stille. Mensen die me ontmoeten denken altijd dat ik een oren van hun hoofd aflul. Nou, dat valt reuze mee. Als je mij aan het praten wilt hebben, moet je op zijn minst over de Anunnaki beginnen. Maar praten voelt zo stom. Het meeste praten is gewoon een afleiding van de ware realiteit. Het is een verslaving die je weghoudt van de waarheid te ervaren. Het praten met je mond. En vooral het praten wat je niet hoort. Daar tussen je oren. Dus zo is het om labelloos te leven. Dus realiseer je dat als het leven zwaar wordt en je voelt je met je rug tegen de muur gedrukt, de oude manier van dingen oplossen gaat het niet beter maken. Het nadenken, praten, dingen fixen en controleren. En natuurlijk hebben deze dingen zijn plek. Sommige dingen kun je oplossen. Daar wil je praktisch in zijn. En als je een lekker band hebt, ga dan vooral naar de bandenboer in plaats van het proberen weg te mediteren en over te geven aan God. Maar als je echt verlicht bent, heb je natuurlijk geen auto en rij je met een vliegend tapijt. Dus lekke banden heb je dan geen last van. Maar je weet zelf ook dat bijna alle problemen die je denkt te hebben in je leven, zijn er alleen maar omdat je ze in het bestaan denkt. En veel van die zogenaamde problemen, wat in waarheid gewoon situaties zijn, het is gewoon een manier hoe het universum zich op dat moment manifesteert als een situatie. Maar veel van die dingen kun je toch niet oplossen. En al zeker niet met de mind. De mind is gemaakt zodat als jij je kont afveegt, je niet vergeet om papier te pakken. Maar als diezelfde mind wereldproblemen probeert op te lossen, ja, kansloos. Als je huis is afgebrand, dan is dat vreselijk. Maar erom malen helpt niets. En natuurlijk, ik zou ook balen als mijn huis afbrandt, maar het is wel verlossend om te weten dat het niet hoeft. Als ik het level van bewustzijn bereik dat ik kan zeggen van, ah, mijn huis is afgebrand. Ik heb altijd al in Griekenland willen wonen. Kom, we gaan daarheen. Dan is dat geweldig. Wie was die spirituele wijsheid die zei, whatever happens, I don't mind. Prachtig als je daar kunt zijn. Maar als je daar niet bent en ik ben daar nog niet, dan is dat nog geen reden om onnodig te lijden als iemand gemene woorden tegen je heeft gezegd. Maak loslaten en overgave je normale toestand van zijn. Want dat is de enige optie die je los kan maken met je rug tegen die muur gedrukt. En een fles wijn helpt op zich ook goed. Tenminste, het schept de illusie dat het goed helpt. Maar ja, beter iets dan niets, toch? Misschien was dat niet echt het beste advies om te nemen. Vergeet wat ik heb gezegd. Als je tot hier in de video bent gekomen, laat het me weten door in de comments 3 dingen neer te zetten waar je vandaag dankbaar voor bent. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video. Abonneer je door op de rode abonneerknop te drukken en op het notificatiebelletje zodat je niet nieuws mist. En deel deze video met anderen waarvan je denkt dat ze er waarde uit gaan halen. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.